Ja. Alleen wat haar aan het kammen. Alleen wat haar aan het kammen. Ook dan weer de beentjes stonden. Nou, Henk van Hel, we zijn hier op je boerenbedrijf. Samen met je gezin run je dit. Is het nog wel leuk in deze tijd? Ja, altijd positief blijven. Gewoon doorgaan met je werk, denk ik, waar je voor gekozen hebt. En ja, het is gewoon een onzekere tijd. Hoe het uitpakt, dat weet nog niemand, denk ik. Nee. Want je hebt nog niet zo heel lang geleden hier een nieuw spulletje neergezet. Van de grubstal naar alles automatisch, hè? Ja, automatisch. Veel, ja. Hoeveel heb je hier? Kunnen er 75 erin. Ik melk er nog een goede 60 koeien. Ja, dat is, het kan best meer. Ik zit met een stukje fosfaat, wat ik nog erbij moet hebben. Dat is eigenlijk, ik noem het altijd maar een stukje lucht. Want dat heb je maar een koe meer melken. Maar je moet het wel hebben tegenwoordig. Ja. Maar dit is genoeg? Of moet je straks misschien wel achter een vuilniswagen? Daar zeg ik geen nee op. Ik zeg, voor mij is het ook onzeker. Het kan zo wezen dat ik hier ook. Voor mij betekent het einde van het bedrijf. Maar ik hoop het niet. We gaan ervoor strijden dat we hierdoor mogen blijven gaan, ja. Ik vind het heel knap hoor, dat jullie zo de moed erin houden, hè? Want het is allemaal niet zo leuk meer. Nee, het is niet leuk meer, maar als we nu de moed laten zakken. Wat ze daar in Den Haag, heb ik me heel groot in mijn twijfels over. Ik denk dat ze in een tunnel zitten waar ze alleen maar rechtdoor kijken. En niet links of rechts om willen. Er zijn zat andere dingen, denk ik, die ons er, wat plannen aangedragen hebben als sector. Als ze daar naar luisteren, dan kan het er heel anders uitpakken voor ons allemaal, denk ik. Ja. Anders ben ik wel bang dat er een hulp moet verdwijnen hier. Het zou heel jammer wezen, want hier strijd je toch voor, hè? Voor zo'n mooi bedrijf eigenlijk. Ja, het is je lust in je leven. Ja. Je hebt wat opgebouwd en dat wordt een of andere dag zo afgebroken. Ja, dat wil niemand. Dat wil niemand. En wat is het voordeel dat de koeien hier nu staan? Ze kunnen gewoon naar buiten, naar binnen? Of hoe werkt het? Ja. Ze krijgen van mij vrije toegang. Vooral met dit weer, deze temperaturen. Ze lopen 's ochtends heel veel buiten. Het grasaanbod is hier op het moment niks te royaal. Want dan voer ik ze binnenbij. Maar 's middags met het warme weer liggen er een hoop binnen. Ja. Ja, ze geven het zelf wel aan hoor, als ze binnen of buiten willen wezen. En hoe leuk is het dat je meedoet aan zo'n open dag? Ah, dat vind ik heel leuk. Ik vind, voor 2 jaar terug hadden ze deze open dag al gestaan, maar door corona ging het niet door. We komen al even goed al aardig al veel negativiteit op. Ja, precies. En dat is heel niet zo, denk ik. Ik denk, nu kunnen de mensen van dichtbij zien of hoe wij het werkelijk doen. En dat vind ik heel belangrijk. Ik wens je heel veel succes en sterkte. Ja, ik jullie ook. En we gaan ervoor strijden dat het goed gekomen. Thank you.
wat we hier zien. Dat is een vleesras, ja, Belgisch blauw vleesras is dat. Ja. Maar dan wil ik hier nou, op verschillende rassen. Het is eigenlijk in principe allemaal Belgisch blauw. Nou ja, de kleur is natuurlijk iets anders van de ene of de andere, maar in principe is het allemaal Belgisch blauw. En wat zegt dat? Is dat goed voor? Belgisch blauw is het beste plus wat is. Ja? Ja. Komen deze ook buiten? De stieren niet. Die varen ze wel, in de wijn. Als ze een half jaar zijn ongeveer. En dan ja, 2-3 jaar blijven ze hier een beetje. En dan wordt hier afgemest. Ja. En het ziet er goed uit hier. Ja, de huisvesting is voor die Belgisch blauw heel blij. Je moet echt ja, een beetje verwennen zijn. Ja, dan kun je er wat voor terug. Ja. Ja. Ja, maar dat willen wij zelf ook toch? Ja. Ja, op de kans krijgen wel. Ja. Ja. De LTO Gelderse Vallei heeft deze fietstak georganiseerd om op de burger en alle mensen hier in de buurt op lokaal goed te laten zien wat wij hier doen als veehouders. Ik denk dat het heel belangrijk is, vooral in de tijd waar we nu in zitten, dat er heel veel negativiteit over ons heen komt. Stikstofcrisis en al die dingen die er meespelen. Om toch ook aan de burgers te laten zien wat we echt doen. Niet dat alleen negatief over ons gedacht wordt. Echt te laten zien, kijk, hier zitten de dieren, zo worden ze gehuisvest, zo krijgen ze eten. En dan laten we ook zien dat we netjes voor die dieren zorgen. Ik denk dat het heel belangrijk is. We zijn rentmeester van de dieren, we moeten er goed voor zorgen. Dat laten we op dit bedrijf zien, even dat het hier echt mooi voor elkaar. Verzorgt de dieren goed, kan ik op die manier een verdienmodel maken om er goed voor te zorgen. Dat zei die net al, op het moment dat ze goed voor mijn dieren zorgt, zorgen ze ook goed voor mij. Heel belangrijk denk ik. En ja, dat laten we vandaag zien, dat vind ik mooi. Familie Beek met een pluimveebedrijf. Het is vorig jaar afgebrand. Hoe zijn jullie weer begonnen? Opruimen en toch maar weer doorgaan, hè? En hebben jullie nu meer pluimvee? Nee, hetzelfde aantal hebben wij kunnen houden, ja. En wat doen jullie er nog meer bij? Wij hebben hiernaast doen wij vleesvee. We doen zelf de koeien op het bedrijf laten kalveren. De kalf blijft bij de koe lopen en dan mesten wij af in onze eigen afmeststallen. En dat verkopen wij in deze winkel, rundvlees. Ja. En de pluimvee, komt dat ook buiten? Overdekt. In de overdekte uitloop mogen ze, als er geen vogelgriep is. Ja. Ja. En hoe lang zitten ze nu al binnen? Ja, hoe lang? Vanaf september zo'n beetje, denk ik. Ja. Ja. Hoeveel hebben jullie er? 40.000. En is het de bedoeling dat het nog meer wordt of zeg je van nou, dit is genoeg? Nee, 40.000 is voor ons een mooi aantal. We hebben 2 leeftijden hier op dit bedrijf en dan is het goed te doen. Ja. Ja. En we staan hier in een klein winkeltje.
Wat wordt hierin verkocht? Ons eigen vlees van onze koeien, eitjes en een beetje bijproductjes. Hopen dat de vogelpest buiten de deur blijft natuurlijk. Ja, dat is echt heel erg te hopen. Ja, heel spannend. Ja. Ja. Nou, succes met dit mooie bedrijf. Bedankt. En dankjewel dat we hier mochten kijken. Leuk. Super, dankjewel. Van Manen, het biologische varkensbedrijf. Jullie hebben het 4 jaar geleden overgenomen. Zijn langzaam biologisch gaan worden. Biologisch, dan hebben ze meer ruimte, veel meer ruimte. En ze krijgen ook biologisch voer. Dat is niet gespoten en er is niks mee gebeurd met voer. Eerlijk voer krijgen ze. En hoe oud worden ze hier? Hier worden ze ongeveer nog 4 maanden hebben ze hier op bedrijf en dan zijn ze ongeveer 5,5 tot 6,5 jaar oud ongeveer. Gaat dat ook wel beter, biologisch, of is dat wel moeilijker? Het is meer werk en misschien ook wel iets moeilijker, maar het gaat wel goed. Qua gezondheid, ziektes heb je bijna niet, maar je hebt meer werk mee. Je moet het schoonhouden en droog houden en je hebt er iets meer werk mee. Ja. En zoon Lief, gaat hij dat overnemen? Dat is in de toekomst misschien wel de bedoeling, ja. Je hebt wel gevoel hierbij. Ja, het biologische, dat vind ik wel veel mooier dan schankbaar, ja. Help jij papa en opa wel eens? Nee? Maar dan ben je wel druk als je je werk hebt door de weeks. En dan? Wanneer loop jij hier? Ja, alleen op zondag in het weekend, zeg maar. Dan helpen we. En als ze weggaan, gaan ze allemaal tegelijk weg of allemaal in de etappes? Allemaal in etappes, zeg maar. Elke week leveren ze en elke week komen er weer biggen binnen. Nou, ik vond het leuk om hier gekeken te hebben. Dankjewel. Ja, dat vond ik.